Een hele goede morgen. Wat een genade dat je met vrijheid dat heiligdom ook binnen mag gaan. Dat is heel bijzonder. Bedankt ook voor de inleiding uit Deuteronomium hoofdstuk 6. En het is inderdaad op de belofte van zegen en vloek dat als het volk Israël de Heere zou gehoorzamen, dat ze op alle terreinen van het leven enorm gezegend zouden worden. Maar als we de geschiedenis dan ook kennen, dan weten we dat ze eigenlijk op alle terreinen zo gefaald hebben. En ik wil met u gaan naar Psalm 80. Psalm 80. En het thema voor deze morgen is wanneer het donker om u heen wordt. En als we kijken in de maatschappij waarin we samen wonen, in niet alleen Nederland, maar heel Europa, de hele wereld eigenlijk, dan is er zo'n donkerheid op alle terreinen van het leven, op het gebied van politiek, van economie, van gezondheid, van ethiek. Zoveel terreinen waarvan je afvraagt hoe moet dat ooit verder komen. Deze psalm is door Asaf geschreven, zoals de psalmen 73 tot en met 83. En Asaf was natuurlijk iemand die door David, koning David, was aangesteld om de Heere te loven en te prijzen in de tempel. Dus Asaf was een van de worship leaders, zoals we ze nu noemen, van die tijd. En Asaf die wist wat het was om de Heere te loven en te prijzen. En dan moet u nagaan dat Asaf, terwijl hij de Heere aan het loven en prijzen is, zich zo bewust wordt wat er eigenlijk met het volk gaande is. En dat maakt die Psalm 80 ook weer zo ingrijpend. En dat zie je ook steeds terug in het leven van Asaf, dat wanneer hij met de Heere bezig is, is hij vol lof en dankbaarheid. Maar als hij dan weer kijkt op de horizontale lijn naar wat er in de wereld en in zijn volk afspeelt, dan merk je het verdriet en de pijn en de vraag van hoe zit dit nu toch? Hoe moet dit dan ook verder? Psalm 80, laat hem eerst met elkaar lezen. Ik lees je vooruit herziene Statenvertaling. Voor de koorleider op de lelies, een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, als ik dat lees, dan lijkt het wel of Asaf met dat woordje O, alles wat in hem leeft, naar buiten brengt en zegt, O God. Met andere woorden, het is nog de enige waar ik naartoe kom met al mijn nood, met al mijn vragen, met al mijn pijn, met al mijn zorgen. O God, breng ons terug, doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Heere, God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God, de tweede keer. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem, die wijnstok, geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Maar waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok. De stam van uw rechter, die de stam
De stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren, behoud ons in het leven. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Tot zover deze ingrijpende psalm van Asaf. En je proeft hier het hart van Asaf, dat hij ziet wat er met het volk gaande is. En ik hoop ons elkaar, u en mij, te bemoedigen met, als het donker om u heen wordt, is er altijd de aanwezigheid van het aangezicht van God en van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, die het licht der wereld is. De psalm begint eigenlijk met een ironie. Want er staat voor de koorleider op de lelies. Dat klinkt al enorm poëtisch. En er zijn 4 psalmen die gegeven worden op de lelies. Psalm 45, Psalm 60, 69 en deze. En wat betekent dat dan, een psalm, zoals hier staat, op de lelies? Nou, dat had te maken met de schoonheid en de compositie van de psalm. Met andere woorden, ondanks het verdriet en de strijd, zit er in de psalm een bepaalde schoonheid, een bepaalde compositie, een melodie die een vreugde voortbrengen. En het zesnarige instrument wat hierbij gebruikt werd, dat is de shoshaninin, die werd ook het gitaar van de lelies genoemd. Dus de hele psalm moet iets brengen vanuit de diepte, vanuit de nood, naar een heerlijke melodie die je boven de nood uittilt en je doet richten op de Heere. En dat is wat Asaf ook 3 keer doet. 3 keer uitstrekken naar God en het van hem verwachten. En hij gebruikt 2 beelden. 2 beelden voor het volk van Israël. Zo duidelijk herkenbaar. De een is een kudde en de ander is de wijnstok. En hij begint hier zo mooi met de kudde, want hij zegt herder van Israël. Met andere woorden, God van het verkoren volk. U die dit volk hebt uitgekozen, u die de herder van dit volk bent, herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt. En wat vinden we dat vaak terug in de psalmen ook? Als u mee terugkijkt, psalm 78, 78 vers 52. Hij, de Heere, liet zijn volk als schapen wegtrekken. Hij leidde hen als een kudde door de woestijn. Dus de herder was in de woestijn 40 jaar aanwezig en had het verlangen om hen ook te leiden. Psalm 100, vers 3. Psalm 100, vers 3, om 2 voorbeelden aan te geven. Psalm 100, vers 3. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk, de schapen van zijn weide. En als u eens wil weten wat voor een type herder is dan de Heere God, dan moet u vanavond maar Ezechiël 34 lezen, waar hij de herders die hij had aangesteld wijst op hun falen en hij zegt, ik zal zelf mijn kudde gaan weiden. En als je leest hoe hij dat doet, dan lees je over een God die zo bewogen met zijn volk is. Dat hij ze troost en draagt en geneest en heelt en voedt en alles geeft wat nodig is om te gaan.
En hij vraagt door deze heren om opnieuw dit volk te verlossen. Want wat is er gebeurd? Nou, wat we in Deuteronomium 6 ook lazen. Ze zijn de heren niet gehoorzaam geweest. Ze hebben niet gedaan wat Psalm 23 zo prachtig zegt. Dat ze in die grazige weide en in die stille wateren rusten in de aanwezigheid van God. Ze zijn het gaan zoeken buiten God om. Ze zijn het gaan zoeken in wat andere volkeren te bieden hebben. Zoals wij vandaag ook. Zoeken het wij het bij de Heere of zoeken we het in de wereld? Zoek de dingen die boven zijn, zegt de Heere Jezus. Niet die op de aarde zijn. De Heere hebben wij zo nodig. En in plaats van die rijkdom van Psalm 23 te mogen ervaren, dan lezen we hier juist het tegengestelde. Staat hier, wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. Je vraagt alleen om verlossing als je ergens aan gebonden zit. Er was een gebondenheid. Ze wisten zichzelf niet te verlossen. Kom ons verlossen. Vers 4. O God, breng ons terug. Met andere woorden, we zijn verloren. We weten niet meer hoe we het zelf moeten oplossen. Breng ons terug. Vers 5. Of het, ook vers 4. De donkerheid. Doe uw aangezicht lichten. We hebben het net bij de kinderen gehoord. Wat een lichtje niet kan doen in het duister. Moet u eens uitproberen als u een keer op vakantie naar een grot mag gaan. En dan hoop ik dat u naar zo'n grot gaat waar de gids op een gegeven moment zegt, blijf u op uw plek staan, ik ga het licht uitdoen. Nou, dan is het aardedonker, dan zie je je eigen hand op een halve meter niet eens meer. En moet eens kijken wat dan één aanstekertje doet. Dat is de kracht van het licht. Daar moet duisternis echt voor wijken. En hun leefden in duisternis en zeggen, doe uw aangezicht schijnen, verschijnen. Doe uw aangezicht lichten. En wat zijn we soms bezig met zelfoplossingen? Nou, Philips kan ons niet redden hoor. Het licht van de wereld, de Heere Jezus Christus, die kan ons redden. En ze zijn hier in donkerheid. Maar ze ervaren ook zo de toorn van God. Wij denken vaak, het zijn gevolgen van. Nou, ik zou dat soms maar eens onderzoeken. Is de Heere niet met ons bezig om ons wakker te schudden? Dat je eens een keer een keuze moet gaan maken. Dat je het rechte pad moet gaan nemen. Dat je moet stoppen met dingen die niet van hem zijn. En hij is dan bezig. Maar hier gaat het wel heel erg ver. Vers 5. Heere God van de legermachten. Hoe lang zal uw toorn branden? Moet u eens lezen tegen wat? Tegen het gebed van uw volk. Dat de Heere boos is en dat zijn toorn brandt tegenover zondige daden, dat kunnen we nog begrijpen. Maar dat ze toorn gaat richten zelfs tegen het gebed. Spurgeon die schreef daarover, hij zei dat God boos op ons zou zijn als we zondigen, is logisch. Hij is heilig, hij is rechtvaardig, hij haat de zonde. Dus dat is logisch. Maar dat God zelfs boos zou zijn op onze gebeden, is een bitter verdriet. Spurgeon had in de gaten, als dan mijn zonde, mijn afdwaling zo ver is, dat mijn gebeden niet eens meer waarachtig zijn. Dat zelfs mijn gebeden een schone schijn zijn waar Gods toorn overheen komt. En ze hebben verdriet. Ze hebben verdriet. Er staat, u geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit de maatbeker. Nou, dat is niet even huilen.
Maar dat zijn van die situaties waar je zo geraakt wordt, dat je niet, bijna niet kunt stoppen met huilen. Ik weet niet of je dat kent. Dat je zo intens moet huilen. En hier, er is een intens huilen. Moet eens kijken wat er met dat volk, met die kudde gebeurd is. In plaats van te genieten van de rijkdom die God wil geven, die vrede, die zaligheid, is er gebondenheid. Voelen ze zich verloren? Is er donkerheid? Ervaren ze de toorn van God? Is er verdriet? En worden ze zelfs bespot door de mensen om hun heen? Oh ja, jij? U? Je hebt het altijd zo'n grote mond over God. En nu dan? En moet eens kijken hoe daarover gesproken wordt. Mensen letten op ons. Ze kijken hoe wij als christenen leven. En er wordt graag gepraat hoor. Er wordt zo toch wel gepraat. Maar als we over christenen negatief kunnen praten, dan is daar heel wat over te zeggen. En daaruit vandaan, Asaf beseft de diepe nood van het land. Beseffen wij de diepe nood van het land? Beseffen wij de nood van onze gemeentes? Beseffen wij de nood van onszelf, dat we de Heere zo nodig hebben? O God, zegt hij in vers 8, O God van de legermachten, breng ons toch terug. Breng ons toch terug. En als de Heere dan aan u zou vragen, ja maar naar wat? Naar wat? Naar wat wil je terug? En dan hoor je vaak zeggen, ik wil terug naar mijn eerste liefde. Nou, het zou wel heel raar zijn als ik tegen mijn vrouw, waarmee ik 48 jaar getrouwd mag zijn, ga zeggen, ik wil terug. Naar wat dan? Ja, naar de eerste liefde. Wat was dat? Dat was verliefdheid. Ik wil niet terug naar verliefdheid, want liefde is veel dieper en sterker dan verliefdheid. Verliefdheid moet continu gevoed worden. Liefde is een bron van in zichzelf. Waar willen we naar terug? Heere, breng ons terug. Is niet naar de verliefdheid. Ik wil niet terug naar mijn bekering, ik ben bekeerd. Maar als ik naar terug wil, is het naar die zuivere, rijpe, volwassen, geestelijke relatie met God. Waarbij je met je beide benen vaststaat op het fundament. Waarbij je weet waar je hoofd moet zitten, in de hemel. Een christen die leeft met zijn hoofd in de hemel, met zijn voeten op de aarde. Want daar zijn we, nog steeds. Maar wij zijn wel verbonden met de juiste bron. Ik weet nog, na een tijd dat ik tot geloof was gekomen en had ontdekt dat ik zo gevoelig was voor de wereld. En toen heb ik gedacht, weet je, ik moet mijn vingers uit dat stopcontact van die wereld halen en ik moet ze in de stopcontact steken. En hoef je ook geen zorgen te maken over de rekening, want alles is betaald. En dan kun je je licht laten schijnen. En we hebben het dan vaak over een kaarsje. Nou, ik wil geen kaarsje zijn, ik wil een bouwlamp zijn. En een liefst zo groot mogelijke. Laat zo uw licht maar schijnen. Heere, breng mij terug. En dan gaat Asaf nog verder. Asaf had echt kennis van het woord van God, van de verbonden met God en hoe de Heere naar zijn volk keek. In vers 9 zegt hij, u hebt een wijnstok. U heeft dit volk, wat ik net als een kudde beschreven heb, maar nu als een wijnstok, die heeft u uit Egypte gehaald. Asaf herinnert de Heere aan zijn eigen daden. En dat geeft een stukje vrijmoedigheid bij Asaf. En dan mogen we ook in ons gebed zeggen, Heere, maar u hebt mij toch verlost. U hebt mij getrokken uit de duisternis. U heeft mij toch overgezet in het koninkrijk van de hemelen, zoals Colossense 1 vers 13 dat leert. Dat heeft u gedaan. U heeft mijn hart en mijn ogen geopend voor wie ik ben en voor uw genade in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, u hebt dat gedaan.
U hebt de wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt hem een plaats voor hem bereid. U hebt hem wortel doen schieten. Israël is, het volk is er gaan wonen. Ze hebben er wortel geschoten. Zo belangrijk om dat te zien, zodat hij heel het land vulde. De naam van het volk vulde het land. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee. Zijn jonge loten staat er verder tot aan de rivier. De wijnstok. Ach, wij kennen dat wel eens. De Heer Jezus het heeft over de wijnstok. Als het gaat over slechte landbouwers in de wijngaard, als hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Maar hier voor het volk is het ook zo duidelijk, de Heere een wijnstok had genomen uit Egypte, heeft hen bevrijd, heeft hen het land gegeven. Hun naam is uitgebreid. Een wijnstok. Maar wat is er gebeurd? Zoals we in Deuteronomie en in de hele geschiedenis kunnen lezen, ze zijn afgedwaald. En Asaf die zegt hier, waarom hebt u een bres geslagen? Nou, de vraag is natuurlijk of God dat deed, of dat het volk er door hun ontrouwe gedrag, vanwege hun zonde, er eigenlijk om vroeg en zelf die bres liet toeslaan. Waarom hebt u een bres geslagen in de muren? De wijngaard die moest beschermd worden. En er stond een muur of een heg of wat dan ook heen. Om het ongedierte en alles buiten te houden. Zodat de wijngaard kon bloeien en groeien. En zo is het ook bedoeld in ons leven. Psalm 1 is een aansporing voor een wederom geboren christen. Welzalig de man en de vrouw die niet, noem maar op, die niet wandelt, die niet staat, die niet zit, doch aan de Heere zijn geboden welgevallen heeft. Want die zal zijn als een boom geplant aan levend water. Jeremia 17 vers 7. Als we de Heere trouw zijn, zullen we zijn als een boom die zijn wortels uitslaat in dat levende water. Colossenzen 2 vers 6 en 7. Nu gij dan Christus Jezus aanvaard hebt, wandelt in hem, opgebouwd en geworteld. Wij moeten geworteld zijn. Maar dat is niet het enige, wij moeten ook de bakens neerzetten tot hier en niet verder. Israël had zijn muren niet meer intact gehouden. Er waren gaten ontstaan en dan komt de vijand binnen. Lieve broeders en zusters, denk niet het zit bij mij wel goed. Jeremia 17 vers 9 zegt, arglistig is het hart, wie zal het kennen? Zelfs ons eigen hart kan ons voor de gek houden. Zit het goed tussen u en de Heere? Maar heeft u de kaders neergezet tot hier en niet verder? Beschermt u uw geloof? Maar ook als gemeente. Zoveel gemeentes in Nederland deze dag, daar zie je de wereldgelijkvormigheid gewoon binnensijpelen. En bij sommigen vraag je af, staat die deur al zo wagenwijd open dat het gewoon binnenstroomt? Zijn we nog waakzaam met elkaar? Onderzoeken we nog de schriften, net als de gemeente te Berea, die is onderzocht dagelijks of de dingen wel zo waren? En durven we dan nog in de samenleving een standpunt in te nemen? Ja, dat kan de wereld geloven, maar de Heere God keurt dit nergens goed. Dit kunnen wij niet accepteren. Kaders zetten, muren zetten. Hier staat zo geschreven, de muren, die zijn de bressen, die zijn in de muren geslagen, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leeg plukken.
Want dat is de bedoeling van de vijand. Is niet om hier tot zegen te zijn, maar is om hier weg te halen de vrucht van de geest. Weg te halen wat van God is, waardoor op een gegeven moment ook mensen daardoor weggaan, leden daardoor weggaan, het zelf ook niet meer snappen. En dan wordt het zwijn zelfs genoemd. Het zwijn eet niet wat boven de grond is, het zwijn gaat zelfs dieper en vroet met zijn snuit in de grond om die wortels weg te halen. Lieve broeders en zusters, de uiterlijke kant van het christen zijn wordt aangevallen, maar uw wortels van geloofszekerheid worden ook aangevallen. Gelooft u nou zeker dat God de hemel en de aarde in 6 dagen schiep? Daar begint de Bijbel mee. Gelooft u überhaupt in een God? Daar begint de Bijbel mee. Gelooft u nou echt dat God een man en een vrouw schiep? Daar begint de Bijbel mee. Gelooft u echt dat een kind alleen door gemeenschap tussen man en een vrouw voortgebracht kan worden? Daar begint de Bijbel mee. En de hele samenleving begint te wroeten in die wortels. En niet alleen in de wortels van de waarheid van het woord van God, maar ook in de wortels van uw geloofszekerheid. En jij durft te zeggen dat je een kind van God bent? Ja, dat durf ik te zeggen. Op grond waarvan dan? Op grond van de Bijbel. Door alle die hem aangenomen hebben, heeft hij wat? Zelfs macht gegeven. En het woordje betekent recht van spreken gegeven om een kind van God te zijn. Dat is alles genade natuurlijk. Maar die wortels van je geloof, die moet je vasthouden, die moet je beschermen. Die moet je weten terug te vinden in dat woord van God. Waak ervoor dat er een bres wordt geslagen in uw geloofsmuren. Waak ervoor dat er een bres wordt geslagen in de geloofsgemeenschap als gemeente. Daar hebben we de Heere zo hard voor nodig. O God, zegt hij in vers 15. O God van de legermachten, keer toch terug. Keer toch terug. Maar wie moet er eigenlijk terugkeren? Het ligt nooit aan de Heere. Het ligt altijd aan ons. En wij moeten terugkeren. Wij moeten weer bewust zijn van wie Hij is en van de genade die Hij heeft geopenbaard in het volbrachte werk van de Heere Jezus. De Heere is daar. De Heere Jezus is aanwezig, die heeft gezegd, zie ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ja, maar ik ervaar het niet. Nou, misschien moet je weer eens terugkeren naar die woorden en zeggen, Heere, dank u dat u elke dag bij me bent. En dan ga je het weer ervaren. Heere, ik wil u loven en prijzen. We moeten veel meer gaan danken en veel meer die woorden gaan spreken die ons opbouwen. En dan zal je zien, het lag nooit aan hem. Hij is getrouw. Werd ook al gezegd, het verbond. Wie sloot het verbond? Abraham met God of God met Abraham? Had Abraham die gesloten, dan hadden wij nou weinig om handen. Maar omdat de Heere zo trouw is aan zijn verbond met Abraham, Isaac, Jacob, David en noem al die verbonden op. En vooral in het nieuwe verbond in de Heere Jezus. Mogen wij vertrouwen, het ligt niet aan God. Hij heeft zijn liefde zelfs, zegt Romeinen 5 vers 8, bewezen. En hoe heeft hij dat bewezen? Door zijn zoon te laten nagelen op dat kruis van Golgotha. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog zwak waren. Toen wij nog vijanden waren van God. Zegt de Heere, daar is mijn bewijs dat ik van jou hou. Dus aan mij, zegt de Heere, ligt het niet. Je hoeft mij niet te vragen, keer terug. Keer zelf terug. Beleid je zonde, vraag vergeving. Niet om behouden te worden, maar omdat je behouden bent. Als ik met Nel wat heb
En ik moet vergeving vragen, en dan vraag ik niet vergeving om met haar te mogen trouwen. Ik vraag vergeving omdat ik met haar getrouwd ben. En zo is het ook met een kind van God. Je vraagt niet vergeving om behouden te worden. Je vraagt vergeving omdat je die relatie met God hebt leren kennen. En dat je juist vanuit die relatie die zuiver wil houden in openheid met hem. En dan doet Asaf iets bijzonders. Hij zegt, o God, keer terug, kijk neer uit de hemel, zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon. En ik vroeg me zo af, zou dit hier al over de Heere Jezus hebben? Zou Asaf al profetisch vooruitkijken en al wijzen op de Heere Jezus? Of zou die hier nog terugblikken? Terugblikken, zoals we dat lezen in Exodus 4, vers 22, 23, als Mozes naar de farao moet gaan en Mozes die vraagt, ja, maar wat moet ik dan zeggen? Dan zegt hij, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Dus als hier, als hij dan zegt, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon, dan wijst hij terug op wat de Heere zelf heeft gezegd. Israël is meer dan een uitverkoren volk. Ik zie Israël als mijn eerstgeboren zoon. Dat is nogal wat. Maar Asaf die ging daarop terug. Hemelse Vader, ik kom niet tot u als zondaar, ik kom tot u als kind. En daarom mag ik door genade u ook vader noemen. Kent u dat? Het vaderschap van God. Gisteravond hebben we een documentaire gekeken van de Kendrick Brothers. Dat heet Toon mij de Vader. En het is zo schitterend. Ik zou alle vaders hier willen aanraden. Ga dat kijken van de week. Show me the Father, is het in het Engels. Toon mij de Vader. Ik ben er zelf weer zo, weer eigenlijk op mijn vader zijn teruggezet. En de vraag gesteld, Jack, weerspiegel ik het beeld van het vaderschap van God als vader. Het ligt een geweldige uitdaging. En hier zegt Asaf eigenlijk, ik durf tot u te komen, want ik behoor, Asaf de Leviet, ik behoor tot die zoon die u zelf zo genoemd hebt. Maar dan gaat hij verder, dan zegt hij in vers 18, laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon. Wow. Nu heeft Asaf het niet over de zoon. Nu heeft hij het over de zoon des mensen. De mensenzoon. Welke die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Israël is niet gezeten aan de rechterhand van de Vader. De Heere Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En Asaf in de realiteit van de dag van vandaag. Hij rust op wat God heeft gezegd in het verleden en hij rust op wat God heeft gezegd in de toekomst. Hij zegt, dan zit het goed. Dan zit het goed. Zelfs Paulus zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij zegt, dat weegt niet op tegen wat? Tegen morgen? Nee, tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En waar weet hij daarvan? Door hetgeen wat Christus voor hem gedaan heeft. Met het heden leeft hij tussen het verbond van het verleden en de belofte van de toekomst. Een geweldige zekerheid om dat te mogen weten. Een prachtige herinnering brengt hij hier terug. En hij zegt dan, Heere, als uw hand gaat rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt, dan zullen wij ons niet van u afkeren. Het is opnieuw een belofte dan, hè? Soms zeggen we het zo makkelijk.
En soms moeten we het ook weer eens doen. Gewoon weer opnieuw je eigen aan herinneren. Misschien weer opnieuw te zeggen, Heere, als ik eerlijk ben, behoor ik ook tot die groep die het eigenlijk niet zo nauw meer neemt. Dan zegt de Heere vandaag, keer terug. Keer terug. En de Heere wacht uitnodigend. Het is zo bijzonder als je in de schrift ziet hoe uitnodigend onze Heere is. Hij, zo heilig, zo rechtvaardig, is uitnodigend om tot hem te komen. Ook de Heere Jezus doet dat. Alle die vermoeid en belast zijn. En dan gaat het niet over het harde werken, de moeite van het leven, maar vermoeid en belast misschien van uzelf. Of heeft u dat nooit, dat je soms zo moe van jezelf wordt? Je zou het zo graag anders willen. En dan zegt de Heere, kom tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dan ontvang je die vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die de wereld niet kan bieden. Een vrede die geen kabinet kan bieden, geen regeringsleider kan bieden. Maar alleen God de Vader, God de Zoon, door God de Heilige Geest kun je die vrede in je hart ervaren. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dan verandert er bijna niks om je heen. Maar u verandert te midden van dat. En dat is zo bijzonder. God is meer geïnteresseerd in u en mij dan in onze omstandigheden. Ik geloof dat het Corrie ten Boom was die zei van, vertel God nou niet hoe groot je problemen zijn. Maar vertel je problemen nou eens hoe groot jouw God is. En dat is het grote verschil. En hier zegt hij, als wij dan dat horen, dan zullen wij ons niet van u afkeren. O Heere, behoud ons in het leven. Nou, hij heeft ons juist dat leven gegeven. Daarvoor is hij gekomen, zodat wij leven. Nou, laten we dan ook leven tot eer en glorie van zijn naam. Ja, het wordt donker en het gaat nog veel donkerder worden om ons heen. Niet alleen omdat het winter wordt, maar omdat we in de eindtijd leven. Maar als zijn licht in je schijnt, dan maakt het niet uit hoe donker het wordt. Kijk, het licht gaat er al op uit. Om het licht te laten schijnen. En je kan al die lampen uit, al lampen uitdoen. Maar het licht van de Heere, dat blijft schijnen. En dan zegt hij hier zo mooi aan het eind. Heere, God van de lege machten, breng ons terug. Doe uw aangezicht over ons lichten. En wat hebben we dan? De heerlijke belofte van de Heere Jezus. In Johannes 8, Johannes 8, die lezen we nog samen voordat ik ga afsluiten. Johannes 8, vers 12. U kent dat vast wel. En dan zegt de Heere Jezus, hij sprak dan opnieuw tot hen. En hij zei, hier is het antwoord. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Daar ligt het antwoord. Hoe donker het ook zal worden in uw leven, hou uw ogen gericht op de Heere Jezus. Hebreeën 12 zegt dat ook. Hou uw ogen gericht op de Heere Jezus. Waarom? Omdat Hij de voleinder van ons geloof is. Klam u vast aan hem en werp, 1 Petrus 5 vers 7, werp al uw bekommernissen op hem. En wat zal hij doen? Hij zal voor de uitkomst zorgen. Och, we hebben zoveel voorbeelden van het volk. En de Bijbel zegt ook, alles wat over Israël is opgeschreven is ons, de gemeente van vandaag, ter lering opgeschreven. Wij kunnen daar lessen uit leren. Israël had een grote mond, wij zullen het doen. Maar bakte er niks van. En de bressen werden in de muren geslagen. En de vrucht van het geloof werd weggehaald. De zwijnen kwamen binnen en kwamen zelfs de wortels van het geloof aantasten. Wat een les voor ons.
Is uw geloofsleven afgebakend door het woord van God? Is de geloofsovertuiging van de gemeente afgebakend door het woord van God? Geven we leiding aan de gemeente gebaseerd op het woord van God? Sluiten we de deuren? Ik zeg niet de deur van welkom, het evangelie. Maar sluiten we de deuren voor de dingen die niet van God zijn. Zowel in ons persoonlijk leven als in de gemeente. We zingen samen opwekking 557 en daarna zal ik met u in gebed gaan en de zegenbeden. Laat ons uw glorie zien. Hij denkt bij dit lied als...